ben bij de nieuwe yogaschool bij de boekpresentatie van Timebender 2, noemde je net ook al wel. Ja, ja. Het is en de opstand van Annika Larro. Gefeliciteerd met je Dankjewel. Boek allereerst. Het is een beetje ten einde aan het lopen, dus hoe heb je het ervaren deze avond? Spannend en bijzonder. En het was voor mij nieuw om erover te praten. Dus zo'n boekschrijver is één ding, maar dan een verhaaltje erover vertellen. Dus ik was een beetje aan het zoeken. En op een gegeven moment dacht ik van, oh ja, hier gaat het over. Dus ja, fijn. Maar, en het was een beetje intiem, zeg maar. Niet een heel groot feestje, maar gewoon nabije vrienden en lieve mensen en zo. Ja, nou, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. En het was helemaal niet de bedoeling dat je weer een boek ging schrijven. Nee, nee. Ik denk dat de komende jaren onthullingen gaan komen over überhaupt hoe buitenaards wij zijn. Ik zie onszelf als de galactisch vullersbakkeras. We hebben allerlei DNA van allerlei stelsels in ons. Misschien en Annika wel. Ja, die komt van Tygeta, dat is aan de Pleiade. Ja. Maar Arcturius, van alles hebben we in ons, denk ik. Dat denk ik ook. En ik denk dat daar ook onthullingen over gaan komen. Ah, ik ben het niet altijd met Tijn eens over dat buitenaardse, maar dat komt omdat het ook zo complex is. Hey, wat leuk, we staan hier op de boekpresentatie van, niet van jou. Nee, niet van mij deze keer, maar wel van Tijn. Wel een vriend van jou. Ja, geweldig hè. Tijn Tauber heeft een vervolg op het succesboek Timebender, waarin iemand de wereld komt redden. Maar ja, uiteindelijk komt niemand ons redden, want we mogen het zelf. Nee, we zijn het zelf hè. Ja. En dit gaat over de Tygeta ook. En dit is Annika Larro, of eigenlijk Swarro dus. Ja. Jij hebt het boek ook nog niet gelezen. Nee, maar, nog niet. Ja, het proces en waar het over gaat, wat kun je daarover zeggen? Ja, het is een fascinerend boek. Weet je, Tijn die voelt altijd de tijdgeest haarfijn aan. En is altijd net een beetje voor.